Remy, we hebben het vorige week gehad over de Bellicon mini trampoline voor bij je thuis. We gaan het nu hebben over dit apparaat bij bedrijven. Waarom zou een bedrijf overgaan op het kopen van deze mini trampoline? Nou, het is een goede investering, zeg maar, in de werknemers, wat gezondheid betreft. En we kennen steeds meer de uitdrukking zitten is het nieuwe roken. Ja, want hoe lang zitten we per dag? Gemiddeld 10 tot 16 uur per dag. Zo, dat is niet niks. Dat is heel veel. Nou hebben jullie 4 systemen ontwikkeld om dit bij bedrijven binnen te halen. Jullie hebben het actieve station. Ja, klopt. Vertel eens, wat is dat? Het actieve station, dat betekent dat je achter je bureau vandaag gaat als je een zitbureau hebt. En dan 1 keer bij voorkeur per uur even 3 minuten gaat bewegen. Ja. En dat betekent dat je gewoon low impact op de Bellicon in je normale werkkleding daarop kan gaan bewegen. Het is dan gericht op focus, ontspanning, circulatie, meer zuurstof in de cellen. En wat het fijne is, is dat je neuropeptide aanmaakt. Stofjes waar je ontspannen en blij van wordt. En vrolijk van wordt. En ja, een blij mens wil je graag bij in de buurt zijn. Dus dat komt ook heel goed aan de werksfeer. Wat voor een activiteit heb je dan nog meer? Daarnaast de mogelijkheid om met een zit-staatbureau te werken. Ja. Al dan niet elektrisch. Met een goede stoel, waarbij je ergonomisch verantwoord zit. Maar dat je buiten het zitten ook regelmatig gaat staan. En daarnaast ook actief achter je bureau aan het werk kan zijn op de Bellicon. Okay. Dus daarin, zeg maar, kan je gewoon je toetsenbord bedienen. Je staat, zeg maar, actief. Ja. Normaal gesproken, als je in je heup gaat hangen, als je staat, dan doe je dat te gaat lang. Gaat hier niet. En hier gaat het niet, want dan voel je meteen, ik sta niet goed. Nee. Wat hebben jullie nog meer aan te bieden? Daarnaast de mogelijkheid als je elkaar, zeg maar, wat wil vertellen. Dus in de vorm van een brainstorm sessie. Als je, zeg maar, op deze manier met elkaar aan het ventileren bent, dan staat je trechter open voor inspiratie. Dan hoef je niet, zeg maar, met een kop koffie of met een hap suiker, zeg maar, energie te krijgen. Dat krijg je vanzelf. Yeah. En je voelt je lekker, ja, een lekker mens, of een die is ontspannen en die kan daardoor op goede ideeën komen. Dat is absoluut waar. Daarnaast, zeg maar, is vaak dat je op een bedrijf ook kan fitnessen. Yeah. Dan moet je wel natuurlijk sportkleding aantrekken. Daar hebben we ook groepslessen voor, daar hebben we ook opleiding voor. Dus dat je in een groep jezelf goed ook in het zweet kan werken. Op basis van kracht, conditie, lenigheid, coördinatie, balans, alles zit erin. Ja. Zeg, ik denk dat ik nu wel genoeg gesprongen heb. 3 minuutjes. Wat een hele leuke oefening hierop is, is ook op 1 been staan. Ja. Waar is dat belangrijk voor? Als je op 1 been gaat staan, en probeer maar. Ja. Probeer nu maar eens aan een roze olifant te denken. Dat is bijna onmogelijk. Nou, ik kan verder hoor. Doe dan maar je handen ook bij elkaar. Fantastisch. En je ogen dicht, dan wordt die nog moeilijker. En dan is echt alle stress van het kantoor is weg. Dankjewel.